Ik zie een aantal hele leuke dames in de zaal. Ik heb het ook met Alexander afgesproken. Mocht je mij direct toch op het podium af zien gaan, hou me tegen. Maar ik moet mij natuurlijk remmen. Want ik denk, ja, ik ga nu geen dames aankijken. Want dan denk ik, die dames, oh god, hebben bedoeld mij. Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert? De Universiteit van Nederland presenteert neuropsycholoog professor Dr. Erik Scherder. Hartelijk dank. Zeer welkom, dames en heren. Wat leuk om hier te zijn en met u iets te delen over muziek en het brein. Dat is toch geweldig als u het realiseert wat muziek zou kunnen doen aan hersenfuncties. Eerste vraag misschien, leuk, om u een beetje in de sfeer te brengen. Wie van u luistert graag naar muziek? Wie van u, dat is ook belangrijk, voelt emotie als u naar muziek luistert? Ja, zie je, fantastisch. Alleen, dan kom ik tegen voor de andere vraag. Kijk, dit is de helft van uw brein. Dat heeft u inmiddels al gezien dat ik hem even uit elkaar gepeld heb. Het mooie is als u luistert naar muziek en u voelt er emotie bij. Dan, hier zit uw neus. Dit is de voorkant, hè, dus frontaal weer. Ik doe het een beetje klaar, dat geef het zo aan. Dat is voor de mensen in de zaal niet altijd even meteen helder. Maar als u denkt aan emotie van muziek, dan zie je gebieden die hier op dit niveau zo'n beetje liggen, vlak bij de motorische gebieden. En het aardige is, als je dus emotie voelt bij muziek, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar dan heb je heel gauw al de prikkel om mee te bewegen. Voelt u me mee, hè? Je hoort die muziek, het doet je iets, en u voelt eigenlijk, u kunt het bijna niet afremmen, of u wil gewoon meebewegen. Dat is heel logisch, omdat die emotie, uw neus zat aan deze kant, omdat die emotie van die muziek heel dicht ligt bij die motorische gebieden. Dus u begint te bewegen. En die emotie die kan ook bij u een soort, zeg maar, autonome reactie teweeg brengen. En dat betekent dat u voelt iets van een rilling, een shivering. He, u raakt geëmotioneerd, maar u voelt het ook echt in uw lichaam. Wie van u voelt dat wel eens? Dat u zo'n shivering voelt bij een of ander stuk. Fantastisch. Ja. En die shivering, dat gevoel wat u erbij vanuit uw centraal zenuwstelsel, dat zit weer hier wat meer in die frontale gebieden. Ik wou u er eigenlijk op wijzen, ook een beetje refererend naar college 1. Dat is dat frontale gebied, natuurlijk waar een startgebied is van grote circuits. Ik laat u een beetje de binnenkant zien. Uw neus zit nu aan deze kant. Dat het een startgebied is van grote baansystemen die van voor helemaal naar achteren toe lopen. Daar wil ik u graag met u eens nader naar kijken als het over muziek gaat. U ziet al meteen dat twee belangrijke componenten van muziek, namelijk de emotie en de autonome respons erop, die shivering die u voelt, dat al gebieden zijn die op afstand van elkaar liggen. Maar, en als u een beetje modern in de neurowetenschappen zit, dan weet u misschien wel, je moet niet meer denken tegenwoordig, hier zit het ene en daar zit het ander. Het zijn functionele circuits met elkaar, zowel aan de buitenkant als hier aan de binnenkant. Functionele circuits, gebieden die met elkaar communiceren op afstand. Even voor het begrip belangrijk. Hoe groter de afstand is tussen gebieden, bijvoorbeeld van voor, hè, uw neus zit hier, van voor naar achteren toe, hoe groter die afstand die overbrugd wordt, hoe complexer de cognitieve functie. Kunnen ze ook iets meer voorstellen. Hè, gebieden die op grote afstand liggen, die dan met elkaar communiceren, dan moet het ook iets te betekenen hebben echt in het brein. Wie van u, dat was mijn andere vraag nog, dus we hebben het al gehad over emotie, autonoom. Wie van u bespeelt er een muziekinstrument? Ja, best veel ook, ja. Prachtig. Want u voelt wel aan, ja, optimaal is als je natuurlijk een muziekinstrument bespeelt. Want dan heeft u de motorische actie. U heeft de visuele actie, want u ziet die muzieknoten. U heeft een auditieve input, want u hoort de muziek. Dus het komt van drie kanten binnen, hè. Als je het hebt over verrijking, zoals we het ook in het eerste college hadden over het bewegen, is muziek een geweldig voorbeeld van verrijking. Misschien even een vraag nog aan de zaal. Wat gebeurt er met het muziekonderwijs in Nederland? Kijk, in Amsterdam hebben we nu. Ja, maar het is ook om te huilen. Wat gebeurt er met het muziekonderwijs in Nederland, dames en heren? Dat gaat naar beneden. Nou, komt, hè, mevrouw Gerels heeft het hier in Amsterdam, komt een nieuw project. Fantastisch. Maar het is toch wel een verarming dat we het gymnastiekonderwijs eruit halen. Dat we de muziek eruit halen, omdat we denken dat we daarmee dat jonge opgroeiende brein een plezier doen. Het antwoord is nee, want muziek, ga ik u direct laten zien, meer over vertellen, is een geweldige prikkel, een geweldige verrijking voor dat brein. Een voorbeeld.
Gottfried Schlauk heeft studies gedaan met muziek, heeft kinderen een muziekinstrument laten bespelen. Hè. Maar nogmaals, ook het luisteren naar muziek is al van geweldige invloed op het brein. Heeft kinderen een muziekinstrument laten bespelen en een groep niet. En die heeft gekeken, wat gebeurt er nou in dat brein als die kinderen een tijd lang beginnen met het bespelen van een muziekinstrument. En dan zie je dat dit gedeelte hier, het corpus callosum, dat is de verbindingsbalk tussen beide hersenhelften in, zit hier middenin. Een groot vezelsysteem die beide hersenhelften met elkaar verbindt. Dat volume van dat corpus callosum, van die verbindingsbalk, neemt toe in die kinderen die dat muziekinstrument bespelen. En dan zult u zeggen, wat heeft dat voor consequenties? Nou, u kunt zich voorstellen dat die hersenhelften in de ontwikkeling dus veel beter met elkaar gaan communiceren. Ongelooflijk belangrijk, want waarom? Die hersenhelften, zoals u misschien wel weet, hebben natuurlijk niet allemaal dezelfde functie. Integendeel, ze hebben verschillende functies. En wat je ziet bijvoorbeeld bij kinderen, bij volwassenen met letsel in dat gebied waar die verbinding is tussen die beide hersenhelften, is dat dat gedrag en emotie niet zo op elkaar zijn afgestemd. Bijvoorbeeld, rechter hersenhelft is simpel, moet u me niet kwalijk nemen voor dit college. Hè. Je kunt zeggen, bepaalt onze emotie, dat is veel te kort door de bocht, maar voor nu is het goed. En de linker hersenhelft, ik ga even met mijn rug naar u toe staan, hè. Dus rechts is voor de emotie, links is voor de actie. Dus als ik toenadering zoek tot iemand, dan is er altijd nog wel een rechter hersenhelft die mij afremt op tijd. En die denkt van, nee, tot zover en niet verder. Kunt u het voorstellen? Ja. Nou, niet iedereen zie ik, jammer. Ik heb namelijk met dit soort avonden vaak dat ik denk, ik zie een aantal hele leuke dames in de zaal. Ik heb het ook met Alexander afgesproken, mocht je mij direct toch het podium af zien gaan, hou me tegen. Maar ik moet mij natuurlijk remmen, want ik denk, ja, ik ga nu geen dames aankijken, want dan denk je, die dames, oh God, hij bedoelt mij. Maar mijn rechterhelft voortdurend geëmotioneerd, ik wil er eigenlijk heen, maar op tijd is daar die remming. Over die remming komen we in de volgende colleges nog te spreken. Natuurlijk gaat het goed met me. Kunt u zich voorstellen dat bijvoorbeeld bij kinderen met autisme, daar waar emotie en gedrag niet altijd helemaal op elkaar zijn afgestemd. Als u denkt aan empathie, we zullen daar nog direct een andere structuur voor aantonen. Muziek heeft daar een geweldig effect op, in die ontwikkeling van het brein. Er is een studie geweest, er zijn een aantal studies, maar ook met brain imaging, waar beeldvormende technieken zijn gebruikt. En daar heeft men gekeken naar het effect van muziek spelen op een systeem wat verbindt frontaal, voorzijde, met gebieden helemaal achter de achterkant. Juist die contacten tussen voor en achter, dus die grote overbrugging hier, is enorm belangrijk voor een functie als sociale cognitie. Sociale cognitie, daar bedoel ik mee empathie. U weet wat ik bedoel, hè? Het feit, dat doen we de hele dag, het feit dat ik denk te weten wat u denkt en dat u denkt te weten wat ik denk. Dan gaat er ook altijd mis, er staan de rode bladen vol mee, maar in principe doen we dat de hele dag. En dat doen we dus dankzij grote baansystemen die hier frontaal, met name ook een klein beetje hier aan de onderkant, orbitofrontaal, dat zit echt vlak boven je oogkas, hier, dit gebied, heel belangrijk daarvoor, verbindt met gebieden hier achterin. En dan blijkt dat die kinderen die dus met muziek beginnen, met het bespelen en het luisteren naar muziek, dan zie je het volume in dit soort baansystemen toenemen. Vindt u het indrukwekkend? Ja, dat is geweldig. Muziek heeft dus die impact. Er is een prachtige studie gedaan. Die heeft gekeken, als je nou met kinderen intensief piano gaat spelen. En je neemt verschillende leeftijdsgroepen. Tot 11 jaar, van 11 tot 17 jaar. En boven de 17 jaar. Wat zie je dan terug in dat brein? En dan zag je in die studie dat kinderen onder de 11, die echt met piano spelen beginnen, dan zie je heel veel volume toename in dat corpus callosum weer opnieuw. Zowel aan de achterzijde als hier aan de voorzijde. En weer hier orbitofrontaal. Kan ik dit zo met u delen overigens? Dat orbitofrontaal, is dat helder? Dat zit dus hier aan de onderkant frontaal. Maar als u aan mij zou vragen wat dus een beetje gek is. Waar zit mijn persoonlijkheid? Waar zit mijn gedrag? Wat bepaalt mijn gedrag? Ja, dan zou ik willen zeggen voor nu dit college. Denkt u heel erg hier aan orbitofrontaal. Dan zie je dus onder de 11 jaar extensief piano spelen, dat hier een volume toename is in die gebieden. Dat wil je natuurlijk wel, hè, voor je opgroeiende kinderen. Als je kijkt tussen de 11 en 17 jaar,
zie je eigenlijk diezelfde structuren terugkomen. En boven de zevende jaar zie je een prachtig contact ontstaan tussen een taalgebied wat hier ligt, het gebied van Wernicke, en het gebied, een taalgebied wat hier ligt, het gebied van Broca. Misschien wel bekend bij u. Bent u mee bekend, de twee gebieden? U moet even reageren. Nee, dat zijn er veel meer, maar die twee zijn op zich redelijk veel beschreven uiteraard. Het gebied van Wernicke meer voor het begrip van taal en het gebied van Broca voor de productie van taal. En dan zie je dat de verbintenis tussen die twee neemt weer toe qua volume boven de 17 jaar bij die groep die intensief piano speelt. En dan zult u zeggen, goed, dat gaat dus over gezonde kinderen die veel spelen, die verbintenis leggen tussen taalgebieden. Zie je dat dan ook terugvervolgd bij patiëntenpopulaties? Het antwoord is ja, en dat is indrukwekkend. Ik heb het al gehad over kinderen met autisme, wat mij betreft al een ongelofelijke belangrijke populatie is, die natuurlijk in die opgroei alle steun nodig heeft en verrijking die je maar kunt geven. Het is niet voor niks dat je wel eens leest, casuïstiek van kinderen met autisme, die niet spreken en die na met muziek in contacten zijn gekomen, van liever eens steeds meer gaan spreken. Denkt u dan nog eens aan die verbintenis tussen het gebied van Wernicke en het gebied van Broca, die verbintenis in die muziekstudie. Maar interessant is ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die een herseninfarct hebben doorgemaakt. Geef ik twee voorbeelden van. Herseninfarct doorgemaakt, ernstige beschadiging, vaak een afasie. Afasie betekent een taalstoornis. De taal zit in het algemeen in onze linker hersenhelft. Dan zag je in die studie, mensen kregen muziektherapie aangeboden, intensief. Dat na een verloop van tijd nam de rechter hersenhelft uiteindelijk die taalfunctie over. Want die rechter hersenhelft is ongelooflijk gevoelig voor muziek. En wat je ook ziet, en is ook al eens een keer hier in de media geweest, die onderzoeken lopen nog, dat mensen die niet kunnen spreken, wel kunnen zingen. En zich via de zang uiteindelijk kenbaar kunnen maken, hun wensen enzovoort. Dus moet u voorstellen, dat die wereld gaat natuurlijk nog open. We zullen het straks nog hebben over muziek bij de ziekte van Alzheimer. Maar even voor dit punt. Het leuke is, vindt u het heldere boodschap, dames en heren? Ja. Het leuke is dat eigenlijk al die structuren die ik hier noem, met name orbitofrontaal, met die verbintenissen naar achteren toe, ontzettend belangrijk zijn voor onze wijsheid, zeg maar. Dus je moet voortdurend denken in die colleges, in die paar gebieden die ik maar kan noemen, of die neurale circuits, dat is eigenlijk het beste, die dragen dus mee en bij aan onze wijsheid. Nou is mijn vraag aan u, denkt u dat als wij ouder worden, dat we dan eigenlijk alleen maar inleveren? Wat is uw gevoel? Ik moet even reageren. Denkt u dat op mijn leeftijd het eigenlijk alleen maar inleveren geblazen is? Ja, omdat u mij ziet. U denkt, ja, die man heeft reuzen ingeleverd. Wie denkt dat het misschien wel nog een tijdje gelijk blijft als je ouder wordt? Wie denkt dat het echt allemaal achteruit gaat? Ja, ik heb Prozac bij me, dus u kunt wat slikken voor degenen die depressief worden. Zijn er nog mensen die denken, er gaat nog iets vooruit als je ouder wordt? Wat denkt u? Ah, precies, je wordt wijzer. En nou is het mooie in het brein, ja, dat is echt geweldig, vind ik. Niemand die zich dat realiseert, 1, 2, 3. Er komt zelfs een baansysteem bij als je ouder wordt. Er komen dingen bij. Dat had u echt niet gedacht een half uur geleden, dat er nog iets bij kwam op mijn leeftijd. Dat geloof je gewoon niet. Dat is wel zo. En dat is verbintenis vanuit die frontale lob. Dat is verbindenis uit frontale lob naar een kern die hier wat dieper in ligt, de amygdala. Oh, die kent u vast wel, want dat is de kern voor de emotie. Hè? Nou, het is allemaal wat eenvoudiger gesteld en vaak de negatieve emotie. Het is niet helemaal juist meer, hoor. Het is ook heel belangrijk voor positieve, maar negatieve. En wat zie je nou? Dat baansysteem wat erbij komt, dan zie je dat die frontale lob, doordat die versterkt wordt, remt op die amygdala als je ouder wordt. Waardoor negatieve emoties, negatieve gebeurtenissen in je leven eigenlijk onderdrukt worden. Kunt u zich dat voorstellen, dames en heren? Dat als je ouder wordt, wordt het er steeds leuker op. Vindt u dat helder, die boodschap? En dit zijn studies die vragen aan mensen, hoe kijkt u terug op uw leven? En dan zie je in die studies dat die mensen zeggen, nou, ik heb het niet zo slecht gehad. Ik heb wel een goed leven gehad. Maar u was wees toen u 14 was.
Ja, dat is zo. Maar dan heeft het niet meer die impact, zeg maar. Dat wordt onderdrukt. Het brein zorgt ervoor dat als je ouder wordt, dat je eigenlijk de positiviteit ingaat. Dan hoor ik wel eens mensen uit de zaal die roepen, nou, die ken ik niet hoor, die oudere mensen. Dat roepen ze dan. Dan zeg ik, nou, dan moeten we vooral van omgeving veranderen, want dan zitten we echt in de verkeerde omgeving. Want ja, in het algemeen, ik weet niet of u dat zo ervaart, de wat ouderen onder ons, maar ik heb een heel jong publiek hier, die zullen dat misschien wel willen beamen. Ik zal u één voorbeeld willen geven, en Alexander had een plaatje voor me meegenomen. Ja, dat is deze, kijk. Ontzettende leuke studie. Moet u even meekijken. Deze dame is dezelfde. Hier lacht ze niet. En op een van deze twee plaatjes heeft ze een fake lach. Heeft ze een fake lach en een echte lach. Wie roept even? Wie denkt dat dit de fake lach is? Zegt u even ja of nee? Even handen omhoog. Right. Wie denkt dat dat de fake lach is? Oké, ik heb spreekuren afgelopen, dus u kunt gewoon komen. Het is namelijk, het is deze. Dit is de fake lach. Nou is het leuke, en dan ga ik afronden. Jong en oud, kunnen heel goed onderscheid maken tussen fake en niet fake. Maar, de oudere is aangetrokken, voelt zich aangetrokken tot beide gezichten. En dat is precies wat ik de hele dag meemaak. Iedereen denkt, wat zijn die mensen aardig voor me, hè? Ja, ze menen het niet, maar dat geeft niet meer. Hartelijk dank, dames en heren.